Hey, sorry, ik dacht nog even snel een WhatsAppje te kunnen sturen. Zo fijn dat het allemaal zo makkelijk kan. Juist nu we elkaar wat minder kunnen zien. Zit jij veel op WhatsApp? Of op je telefoon? En je ouders dan? Zitten zij veel op hun telefoon? Ik kan me zo voorstellen dat er thuis afspraken gemaakt zijn. Bijvoorbeeld hoe lang je op je telefoon mag of wanneer je precies op je telefoon mag. En toch denk ik dat er ondanks die afspraken af en toe wel eens wat gekibbel is. Dat je bijvoorbeeld te horen krijgt, doe die telefoon eens weg, met wie zit je eigenlijk op WhatsApp, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen, ga eens even wat anders doen. Hoe fijn is het dan om gewoon duidelijke afspraken met elkaar te hebben en die afspraken dan ook op papier te zetten, zodat je ernaar kunt verwijzen en het er soms nog eens met elkaar over kunt hebben. En dat geldt dan niet alleen voor jou, hè, maar ook voor je ouders. Wij hebben daar iets anders voor, de WhatsAppie-poster. Op deze poster kun je heel makkelijk met elkaar 6 afspraken opschrijven wat niet te doen op WhatsApp en 6 afspraken wat juist wel te doen op WhatsApp. Dus waar is WhatsApp nu eigenlijk voor bedoeld? Ja, deze poster kun je natuurlijk ook gebruiken om afspraken in het algemeen te maken over het gebruik van je telefoon. Deze poster kun je heel makkelijk bij ons opvragen via onderstaand e-mailadres. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een poster maken. Samen met je ouders. Ga met elkaar aan tafel zitten. En ga het er eens met elkaar over hebben. Wat is nu eigenlijk wel de bedoeling en wat is nu eigenlijk niet de bedoeling? Ja, wij zijn heel erg benieuwd naar de eindresultaten. Die kun je ons natuurlijk ook toesturen via hetzelfde e-mailadres. Heel veel succes en hopelijk tot snel.